De Engelenhoeve in Zwevegem, dat is een gratis pretpark voor mensen met een beperking, pakt uit met een Go Blonde Parade. Een ludiek initiatief om fondsen te werven en de werking van de Engelenhoeve aan het brede publiek bekend te maken. De voorstelling van het project werd bijgewoond door federaal minister Inge Vervotte en Asta Philpott, de inspirator van de nieuwste Vlaamse succesfilm Hasta la Vista. Op 17 september worden alle blondines in shoppingcenter Kortrijk K verwacht voor de Go Blonde Parade. Er doen heel wat moppen de ronde over domme blondjes, maar dit is een serieuze zaak. Want mensen met deze haarkleur hebben dan weer andere gaven. De blondjes, iedereen lacht ermee, de blondjes zijn dom. Wij zeggen de blondjes hebben een goed hart. Dus we gaan met de blondines samen op stap voor het goede doel. Maar de bedoeling is plezier, fun, ambiance. Dus iemand die zelfs niet blond is, mag gerust meedoen met een blond pruikje, een roze pruik. De dresscode is pink en white. We gaan veel animaties hebben, een paar bv's. De stad Kortrijk steunt ons. We gaan met de fanfare op stap, met de belleman. Dus het is een namiddag vol plezier, fancy fair en vedetteparade. De opbrengst van de parade gaat naar de Engelenhoeve voor de uitbreiding van de kinderboerderij voor rolstoelgebruikers. Contact met dieren is een van de aspecten van dit pretpark voor anders valide. Inge Vervotte is sinds 2007 meter van de Engelenhoeve. Ze blijven zoeken en blijven vernieuwen om telkens malen deze kinderen zich goed te laten voelen. En als je hier aanwezig bent, dan voel je onmiddellijk, intuïtief kan je aanvoelen dat hier met hart en ziel gewerkt wordt. En de combinatie van al die factoren die maakte dat ik daar eigenlijk echt niet moest over nadenken. Ook Asta Philpott draagt het project een warm hart toe. Zijn sekservaringen als anders valide in Spanje zijn het onderwerp van de film Hasta la Vista, de opener van het filmfestival in Oostende. Het gratis pretpark De Engelenhoeve in Zwevegem trekt jaarlijks zo'n 1500 bezoekers.